Een frisse lentebries, mooi weer. En Feyenoord tegen PSV in de onder-19-competitie staat op het programma. Een belangrijke pot, want het gaat in de kampioenspoel om het kampioenschap. En Feyenoord heeft de wedstrijd minder gespeeld. Het moet nog de mini-klassieker inhalen. Daarover later meer nieuws. En PSV draait wat stroef. Staat de zesde in de pool van 8. En zal vandaag moeten winnen. Wil het nog enigszins aanhaken. Oplet achterin hier. Goed verdedigd leek daar. Maar onreglementair daarvan. Quilinci Hartman. 9e minuut. Opletten voor Feyenoord. Vrije trap. En die bal die gaat binnen. En het is dus Nigel Thomas die PSV hier op een 1-0 voorsprong zet. Hartman. Burger. En lange bal naar voren. Even wat geluk daar met het veld, want hier is Belarbi. Die krijgt een duwtje en een vrije trap voor Feyenoord op een riante positie. Ashraf El Bouchetaoui. En die bal die gaat rakelings over de lat. Touré. El Bouchetaoui. Zoekt ruimte voor de voorzet richting Huigen. En die bal die gaat net naast. Maar een goede voorzet daar van El Bouchetaoui en Rodney Huigen. Met de bal in één keer op de pantoffel. Maar... Hier Belarbi. Burger naar El Bouchetaoui. El Bouchetaoui en die bal die zit erin. Ashraf El Bouchetaoui met de gelijkmaker. Wat een geweldige aanval. En strak ingeschoten daar door Ashraf El Bouchetaoui. 1-1 op Varkenoord. En dan is het rust. Een gelijke stand. 1-1. Doelpunt Nigel Thomas. En namens Feyenoord was het Ashraf El Bouchetaoui die bal in de hoek schoot. Crosspas op Huigen. Komt net niet aan. Tweede kans dan hier. Rodney Huigen. Huigen voorzet. Richting Belarbi komt hier bij Burger. En Burger, Rode Burger schiet hem erin. Het is 2-1 voor Feyenoord. Dat die bal eigenlijk gelukkig voor zijn voeten valt. Na die voorzet van Rodney Huigen. 2-1 op Varkenoord. Hier nog even opletten met Madueke die eruit voor PSV. En die wordt er vastgehouden. En het is dan ook een strafschop voor de Eindhovenaren. Ramon Hendricks die Madueke vasthield. En moet eraf de aanvoerder van Feyenoord met een rode kaart in de blessuretijd. Bij een 2-1 voorsprong. Madueke of Korevaar. Het wordt Madueke. En het is 2-2 op Varkenoord. In de dying seconds. Toch nog gelijk. Dan is het afgelopen. Feyenoord speelt gelijk. En zo hier in 2-2.